Julius van der Werf is een tegelgroothandel in Sneek. En wij zijn sterk in het leveren van tegels uit de hele wereld weg. Dat leveren voornamelijk aan de detailhandel in heel Nederland. We hadden een probleem met de logistiek. We hadden op de expeditie dat er een bottleneck was, dat te veel pallets verzameld werden op het einde van de middag. En dat alle etiketten en vrachtbrieven nog bijgevoegd moeten worden. Daardoor we eigenlijk niet verder konden groeien in dit proces dan voorheen. Dus moesten we worden gezocht naar een oplossing. In eerste instantie zijn we op zoek gegaan naar een machine die ons probleem kon verpakken. Dus dat is een rekfoliemachine geworden. Daarachter hebben wij een printer erbij gezocht. En we hadden met Tim, de vertegenwoordiger van Weber, goede contacten. En zo zijn we naadloos naar Weber toe gegaan. Weber is met een oplossing gekomen dat de etiketten op de pallet worden geplakt. Nadat die door de machine is geweest. En de machine stuurt weer met een programma automatisch de printer aan. Dat die ook die unieke pallet met die unieke etiketten geprint worden. De specifieke uitdaging voor Weber voor dit project was dat hij de diversiteit van pallets aankon tussen de 1,60 en de 20 centimeter hoog. En dat kon niet met een standaard oplossing, dus moest er een hefarm tussen die de machine heen en weer brengt. De machine is heel gemakkelijk in gebruik. We hebben 1 of 2 medewerkers die eigenlijk de printer bedienen. En de rest van de mensen kunnen de inpakstraat bedienen. En die hebben eigenlijk nooit problemen met de printer, omdat die eigenlijk 1 op 1 is aangesloten aan de inpakstraat. Dat gaat allemaal automatisch. De samenwerking met Weber is goed. Ze hebben ook een goede samenwerking gehad met zowel de leverancier van onze scanners als onze leverancier van de inpakstraat. Voorheen hadden we bijna 1 iemand nodig die alle verzenddocumenten moest toevoegen aan de pallet. En dat wordt nu helemaal compleet overgenomen door de machine. Waar we ook nog winst mee halen is dat wij nu ook de routevolgorde van de pallets van de vrachtauto op het etiket printen. Waardoor wij heel snel kunnen laden als de auto op het einde van de dag binnenkomt. Door dit proces zijn wij eigenlijk klaar voor de toekomst.